Kijkers en luisteraars, van harte goedenavond. Welkom bij SBS Reports van dinsdag 24 november, de Binnenlandse Berichten. Het is morgen precies 40 jaar geleden dat Suriname na bijkans 300 jaar een kolonie te zijn geweest van Nederland onafhankelijk is geworden. Op 25 november om 12 uur 's avonds werd voorgoed de Nederlandse driekleur gestreken en werd de nieuwe Surinaamse vlag, zoals we die nu kennen, gehezen. Deze plechtigheid vond plaats in het André Kamperveen Stadion. Vandaag is op veel scholen de Dag van de Republiek, oftewel Onafhankelijkheidsdag, gevierd. In Nikeri is het feest vanmiddag officieel ingeluid door de commissie die speciaal door districtscommissaris Wit Prakash Jhulum Singh is geïnstalleerd. Het begon met het vormen van de vlag om 4 uur vanmiddag door 400 studenten van de scholengemeenschap Nikeri op het Volksplein. Hierna hebben honderden personen deelgenomen aan de culturele wandelloop door enkele straten van Nieuw-Nikeri. Het feest wordt vanavond voortgezet met muziek van DJ Kuiken en de muziekformatie The Friends. Om 12 uur 's avonds zal er een vuurwerkshow zijn. SBS Reports vroeg gisteren na de vergadering van de districtsraad aan enkele van de volksvertegenwoordigers wat 40 jaar revidentie voor ze betekent. 40 jaar revidentie is voor iedereen een heel bezinningswaardige periode. En men moet werken echt naar de onafhankelijkheid dat wij moeten voelen in ons. Maar ook die binding die we naar het volk moeten hebben, gezamenlijk.
iedereen en dat er geen onderscheid gemaakt moet worden tussen ras en religie en whatever. Mijn mening is dat we 40 jaar, 40 jaar is een volwassen leeftijd. En als je 40 jaar oud bent, moet je op je benen kunnen staan, moet je zelfstandig kunnen zijn, moet je verder zijn in het leven. Maar wat zien we gebeuren? Als Suriname, als natie, zouden we in die 40 jaren volwassener moeten zijn. En dat zie ik niet. Omdat het steeds actoren zijn die ervoor zorgen dat we steeds weer stappen achterwaarts maken. En of de politiek, of het verschil van geloof, of niet zozeer geloof, maar opvatting. Opvatting, meningsverschillen, misschien rassen iets minder. Maar het verschil, we moeten komen tot één Suriname. En als we komen tot één Suriname, zullen we verder zijn qua ontwikkeling en qua onze welvaart en welzijn. Men kijkt naar de ontwikkeling, maar je moet gaan kijken naar de welvaart en welzijn van de individu in die 40 jaren. En daarvoor, daarnaartoe moeten we gaan als natie. Laat me beginnen met alvast de totale Surinaamse gemeenschap te feliciteren met 40 jaar staatkundige onafhankelijkheid. En iedereen op die dag een heel gezellige dag, sober natuurlijk, gelet op de financiële situatie in het land, toewensen. Paramaribo, enkele uren voor het begin van de onafhankelijkheid. Tegen middernacht beginnen in het stadion van de Surinaamse hoofdstad de feestelijkheden in tegenwoordigheid van prinses Beatrix en prins Klaus. Alle bevolkingsgroepen in hun eigen specifieke dracht zijn vertegenwoordigd in het stadion als onder het spelen van het volkslied de vlag van de nieuwe Republiek Suriname wordt gehesen. Een spontaan volksfeest barst los. En op de eretribune omhelzen premier Aron en oppositieleider Lachmon elkaar langdurig. Ook voor gouverneur Ferrier is dit duidelijk een groots en ontroerend moment. Prinses Beatrix, die in de eerste roes wat op de achtergrond is geraakt, wordt door minister Van Genderen en de gouverneur later naar voren gehaald en deelt in de hulde die het volle stadion aan Surinames politieke leiders brengt. De zo vroeg in de ochtend begonnen onafhankelijkheidsviering wordt bekroond met een schitterend vuurwerk. Op een staatsbal in Hotel Torarica danst een opgewekte heer Ferrier met de echtgenote van premier Aron. De sfeer is er zo aanstekelijk dat prinses Beatrix en prins Klaus zich graag bij de dansenden aansluiten. Ook de regeringsleiders van Suriname en Nederland, de heren Aron en Den Uyl, bewegen zich ontspannen over de dansvloer. De voornaamste plechtigheid op de onafhankelijkheidsdag vindt plaats in de hervormde kerk, die tevens dienst doet als aula van de universiteit. Gouverneur Ferrier wordt hier beëdigd als de eerste president van de Republiek Suriname tijdens een buitengewone vergadering van de Staten van Suriname, geleid door statenvoorzitter Wijntuin. Ik wil dat ik van Suriname naar mijn vermogen zal bevorderen. Vrijwel op hetzelfde ogenblik tekent koningin Juliana op Huis ten Bosch in Den Haag de akte van overdracht, waarin Nederland de nieuwe Republiek Suriname erkent als een soevereine staat die nu, na 300 jaar koloniaal bestuur, onder een president zal bouwen aan een toekomst waaraan Nederland zeker in de aanlooptijd belangrijk zal bijdragen. Op het Oranjeplein, met het standbeeld van Pengel, een der grondleggers van de onafhankelijkheid, wordt tenslotte een grote jeugdmanifestatie gehouden waaraan kinderen uit alle bevolkingsgroepen deelnemen. Creolen, Hindoestanen, Javanen, Chinezen, Indianen. Hun aanwezigheid symboliseert de eensgezindheid waarmee de nieuwe staat zijn bestaan begint. Evenals de politieke leiders heeft ook president Ferrier de Surinamers buiten het land opgeroepen om terug te keren
en zich te verenigen onder de nieuwe nationale vlag. U hoorde achtereenvolgens de ondervoorzitter van de districtsraad van Nikeri, Aziz Khodabaks, Michel Dors en Roy Sedok. De vereniging van cambiohouders meldt in een communiqué dat zij een constructieve en open ontmoeting met de minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad, achter de rug heeft. Aan de vereniging is voorgehouden wat de motieven zijn voor de devaluatie voor de Surinaamse dollar. En op haar beurt gaf de vereniging de minister een beeld van de beweging van de wisselkoers na de devaluatie. De vereniging constateert dat kort na het bericht van de devaluatie er nog rust op de markt was. Echter ontstond later op de dag druk op de wisselkoersen die de volgende dag, vrijdag, nog merkbaar was. Hieruit concludeert zij dat paniek en speculatie de grondslag hebben gelegd voor een verhoogde vraag naar valuta. Volgens de vereniging heeft de minister verzekerd dat hij een strak en innovatief fiscaal en monetair beleid zal voeren om onevenwichtigheden in de economie te saneren. Ook illegale valutahandel zal hard aangepakt en afgestraft worden. De cambiohoudersvereniging heeft volle vertrouwen erin dat de wisselkoersen omlaag zullen gaan. De bewustwordingscampagne van het overliggend waterschap Multipurpose Quarantaineproject OWMCP om zuinig om te gaan met water loopt volgens de OWMCP-directeur Richenel Small goed. De campagne is een onderdeel van het project Capacity Building for Integrated Water Management in Nikeri, West-Suriname, dat de waterautoriteit sinds 2012 uitvoert. Het project loopt tot 2016. Maar natuurlijk, wij moeten nog kijken wat de reactie van het publiek is op deze oproep vanuit het overliggend waterschap. En wanneer we praten over water is kostbaar, verspillen niet zomaar, dan praten we niet uitsluitend over irrigatiewater, maar we praten over het water in het algemeen. Dus ook de mensen die water van de SWM gebruiken, ja, je moet het water goed gebruiken, ga goed ermee om. En overal waar er water is, moeten we dat goed gebruiken. We hebben in Suriname nog de gelukkige omstandigheid dat wij meer water hebben dan andere delen in de wereld. Maar dan juist moeten wij nu al beginnen na te denken hoe gaan we om met dat water dat eigenlijk in bepaalde perioden toch niet helemaal beschikbaar is zoals wij dat willen. En dat is de periode nu. Want we hebben zelf gezien en we hebben ook de druk ervaren van ja, nu moeten jullie toch wel gaan pompen. Want het waterniveau is heel erg laag. Dus ook wij hebben problemen. Ik ben recentelijk geweest in Brazilië en daar hebben we gemerkt dat ook daar men zich heeft voorbereid op grote droge perioden. Of in dit geval een grote droge periode. Omdat, zoals zij dat hebben voorzien, El Niño gevolgen ook hier direct zichtbaar zullen zijn. Dus ja, als je dat ziet van je grotere broer Brazilië, dan moet je je natuurlijk ook klaarmaken om hetzelfde te ondergaan en dat is wat we nu doen. En we doen dus derhalve een beroep op die boerengemeenschap om na te denken, kijk goed wat je doet, omdat wij met z'n allen dit land vooruit moeten brengen. Small roept de boeren op zuinig om te gaan met het irrigatiewater dat vanuit Wakai langs de Quarantainrivier via het 66 kilometer lange quarantainkanaal wordt gepompt naar de Nanni-verdeelwerken van waaruit het gedistribueerd wordt naar de verschillende polders. Volgens Small wordt er veel aan brandstof betaald om de pompen draaiende te houden. De boeren worden gevraagd hier rekening mee te houden en het zuinig te gebruiken. We weten allemaal in Suriname dat de financiële situatie een beetje precair is. De overheid heeft toch gemeend om die boeren tegemoet te komen met het beschikbaar stellen van brandstof voor de pompen van Wakai. Ik vind dat een heel grote geste vanuit die regering. Dus als de regering dat voor de boerengemeenschap bereid is te doen, dan moet de boerengemeenschap ook zeggen van luister, laat ons zuinig omgaan met het water. Want wij zijn een deel van Suriname en laat ons ook wat mee helpen om het probleem op te lossen. Want
niet zuinig omgaan met het water, water verspillen, zou eigenlijk betekenen dat wij langer moeten pompen. En elk uur dat wij extra pompen, betekent extra geld uitgeven. Ik wil van deze gelegenheid ook weer gebruik maken om aan te geven wat wij ongeveer gebruiken. Wij gebruiken iets meer dan 7000 liter brandstof per dag, per etmaal. En dan kunt u zelf nagaan hoeveel brandstof wij nodig hebben als wij dit vergelijken met vorig jaar toen wij 120 dagen aan ingesloten moesten draaien. Dan betekent het 120 maal die 7000 zoveel liter. En u kunt zelf nagaan. We hebben uitgerekend dat wij precies 607.000 liter brandstof hebben gebruikt. 607.000 liter brandstof. Nou, dat is niet weinig. En iemand moet daarvoor opdraaien. En Suriname draait daarvoor op, maar het zijn onze belastinggelden die dit geld moeten opbrengen. En wij doen derhalve nogmaals een beroep op die boer. Wees zuinig met water. De politie van het resort New Nikeri kreeg de vorige week donderdag een tip binnen dat er op een bepaald adres op het Nationaal Project een aantal dozen zouden zijn afgeleverd. Volgens de tipgever leek dit nogal verdacht. De politie heeft hierop gereageerd en besloot op onderzoek uit te gaan. Vorige week heeft de politie een informatie binnengehaald dat er op een bepaald adres op het Nationaal Project een aantal dozen zou zijn afgeleverd. De politie heeft hierop gereageerd. En er zijn twee mensen aangehouden. De man die de dozen daar heeft geleverd. En de heer des huizes. De heer des huizes. En, in de dozen bleek dat er medicamenten waren. Vermoedelijk afkomstig uit Guyana. Betrof 17 dozen. Met verschillende formaten. Er waren in totaal 52 items. En de economische waarde is naderhand vastgelegd tot de waarde van 23.000 something. En u weet, het is een geval van E56 beroep uitoefenen zonder dat je een vergunning daarvoor hebt. En nadat die mannen in eerste instantie een verzekering zijn gesteld, hebben ze later de zaak buiten proces afgehandeld. Er is een boete betaald van 35.000 SRD. Ja, dat is wel. Nee, totaal, totaal. Er zijn dus twee verdachten aangehouden, zekere WJ en zekere RK. Maar inmiddels zijn ze op vrije voeten. Wat is gebeurd met de medicamenten, chef? En, de medicamenten zijn nog bij ons opgeslagen. We gaan even kijken in hoeverre dus onze medische wereld kunnen overnemen. Want als het bruikbaar is voor de Surinaamse mensen, dan wordt het dan afgehandeld middels onze BVGS. BVGS, hè? Ja, BVGS. Dat is de werkwijze. Maar in ieder geval, ze worden niet, ik denk niet dat ze vernietigd zullen worden. Misschien dat er bepaalde zaken die niet in Suriname gebruikt worden, dat die dan wel vernietigd zal worden. Maar ik denk wel dat BVGS gaat inspelen hierop. Om te zeggen van in hoeverre deze dan in Suriname gebruikt wordt. De medicijnen zijn in beslag genomen en zullen aan de BGVS worden afgestaan. Kijkers en luisteraars, tot zover de binnenlandse berichten. MUZIEK